in haar huis, het huis waarbij ze wilde ontvangen. En eigenlijk wilden allerlei mensen, alle drie mensen ook niet bestempelen. Maar bij de tweede dacht ik, wacht, wow, stop. Dit gaat niet goed. Dit gaat de verkeerde kant op. En dit gaat gewoon, ja, mijn gevoel zei echt van mijn tenen tot aan de kruin, van dit klopt gewoon niet. En daarom ben ik voor mezelf alles gaan opschrijven. Ja, er gebeurde heel veel. Ik dacht, ja, als ik het niet opschrijf, dan hou ik ook geen overzicht en dan blijft het niet duidelijk. En dat wilde ik wel heel graag, omdat ik voelde dat het niet goed ging, zeg maar. Niet alleen met mijn kind, maar ook we gingen de kant op dat ik dacht van ja, dat mag gewoon zo niet gaan. En ik voelde het als een soort missie worden. Dat ik dus dacht van nou, ik wil dit voor mijn kind niet. Maar dit mag ook zo niet gaan voor allerlei andere kinderen. Voor mij eigenlijk, dat ik denk van nou, let op, blijf bij je gevoel. Want als je het overlaat aan anderen en je bent in een hele kwetsbare positie, want het gaat over je kind, dan voel je al, ja, dat staat zo dicht bij je, dat voel je heel kwetsbaar. Ik ben blij dat ik dus in dat hele proces, daar was niet meteen ruimte voor, maar naderhand, dat het wat rustiger ging, ben ik blij dat ik dus bij Wanda terecht ben gekomen. Brains in Balance. En ja, zij kan gewoon kinderen zo goed helpen op een manier dat, ja, mij heel erg blij maakt. Ik vind dat jij wel ja. Wat heel mooi testen met
is er meteen nodig. Dus dat doen we in de praktijk. Kijken, ik ga er gewoon even doorgaan. We kijken of die zenuwbanen weer doorkomen. En in dit plaatje kan je mooi zien dat hoe wij eigenlijk kijken, is dat alles wat rechtsboven is, dus wat groen is, moet links onderin in die hersenen geprojecteerd worden. Dus eigenlijk de beelden die we zien, die moeten een omdraai- en een omklapbeweging maken. Ja, als dat niet goed gaat, blijven kinderen de letters omdraaien. In groep 3 mogen kinderen best wel nog van een beetje een deetje maken. Dat is helemaal niet zo erg, maar op een gegeven moment moet dat wel overgaan. Als dat niet goed gaat, dan weten we bijna zeker dat er hier iets misgaat. Dan moeten ze gewoon woordjes nazeggen en dan hoor je bijvoorbeeld kip wordt wip. En dus de klanken die je hoort, waarvan wij denken dat hij hoort, hoort hij anders. Die kinderen zijn niet doof, maar ze hebben gewoon wat vertraagd auditieve verwerking. En dan nemen ze vaak, dat is voor ons belangrijk, zeker dat ze zeker niet buikorgaan aanstuurt. Die moet voor ons vrij zijn, want eigenlijk voorziet die, het is door 10 zenuwen ervoor dat de kinderen ook alle basisstoffen kunnen aanmaken voor alle processen in het lichaam, dus voor de hersenen. Dus dat is voor ons een belangrijke zenuw die heel snel losgemaakt wordt met osteopathische technieken. En vervolgens, die zenuw is wel een beetje lui geworden, want die heeft het 8 jaar niet zo goed gedaan. En dan vervolgens gaan we prikkelen met een BDSM oefening. Op het moment dat een kind heel veel adrenaline aanmaakt, de adrenaline moet eruit, dus je gaat sowieso bewegen. Maar adrenaline zorgt er ook voor dat het kleppertje dicht gaat naar het geheugen toe. Dus je komt ook niet meer bij je geheugen, dus je automatiseert ook niet meer. En dus die kinderen waarvan ze zeggen van bijvoorbeeld angst voor toetsen of zo, want dan presteert hij niet meer. Nou, dat is een heel goed voorbeeld. En er komt stress op of er verschijnt een stopwoord. Die kinderen blokkeren totaal, want ze komen dan niet meer bij hun geheugen. Als er stress is, wordt de dopamine aanmaak afgeremd. Dopamine is nodig voor de gebieden die jou rustig maken, die jou gewoon rustig alles laten relativeren. De Ritalin-pillen zijn allemaal dopamine-hernamen. Dus die zorgen ervoor dat de dopamine hoog wordt. Wij zorgen daar ook voor, maar wel met motorische oefeningen. Maar dopamine kan je zelf heel goed aanmaken om grote bewegingen te maken, dus die zat gewoon heel graag voor. Zijn dopaminevoorraad aan te vullen. En dus hij was lekker aan het bewegen. Hij keek om zich heen in de klas. Zijn stress zat tot hier. Het is gewoon heel lastig om dan tot leren te komen. Nou, als je dan hoort wat er allemaal eigenlijk aan de hand is, is het knap dat zo'n kind de hele dag in de klas volhoudt. Ja, dat hij nog op die stoel kan blijven zitten met zijn zwakke evenwichtsorganen en alles wat hij om de heen ziet gebeuren. Eerst is de rustbrengen in het lichaam belangrijk. Als er rust is, kunnen kinderen ook weer dat leerproces in. En dan kan er eigenlijk uitkomen wat erin zit. Evenwicht versterken. Evenwicht was gewoon heel hard nodig om die oogspieren aan te sturen in, om te gaan leren. Dat is echt wel, zijn we toch mee in de klas. Dus dat is iets waar je heel graag snel de gang wil krijgen. Zijn hersenen moeten alerter worden. Dat klinkt natuurlijk raar, want hij was al zo'n hyperalert. Maar wat wij proberen is dat hij de prikkels goed kan afremmen, maar de prikkels waar hij wel naar moet luisteren, de instructie van de juf of van de meester, dat hij die gewoon goed binnen laat komen. Dus al die omgevingsgeluiden, dan een jongetje wat op de gang heen en weer rent, of een pen die valt, daar moet hij niet meer op gaan reageren. En wat hij wel moet doen, is gewoon ja, op kunnen letten. Dus dat is wat je wil gaan bereiken. De aanmaak van die boodschappenstofjes in de hersenen willen we optimaliseren, waardoor die veel sneller kan verwerken. Die visuele testen daar deze dubbel belang over als wat we zouden willen. Dus je krijgt ook meer kracht, je evenwicht wordt sterker. Dus je voelt je letterlijk en figuurlijk van, goh, ik sta stil, ik sta stevig. En nou ja, ik kan gewoon zijn wie ik ben en ik kan gewoon voor mezelf opkomen. Ja, want het lijkt me dat hij heel veel energie had, hè, in het verhaal. Ja. Alleen was hij op dat moment dat hij bij jou kwam totaal uitgeput. Dat is heel goed. Leerkrachten ook zeggen van hij is niet gemotiveerd. Of, dat kan echt wel bij sommige kinderen wel zijn. Maar kinderen hebben wel energie nodig om gemotiveerd te zijn. Hè? En ja, hij had gewoon geen energie meer, hij was gewoon helemaal. En toen
was er ook meer ruimte om weer opnieuw buiten te gaan spelen en zo. En om gaan week worden. En daar was gewoon geen energie voor. Ja. Dat is leuk dat je dat zegt, want dan zie je dat het kind zijn natuurlijke ontwikkeling alweer gaat oppakken. Want op het moment dat hij op dat weekbord staat en met vriendjes speelt, is hij zijn motoriek weer alweer aan het oefenen. Dus zijn evenwicht, zijn grove motoriek. En gaat uiteindelijk dat schrijven dus ook veel makkelijker. Ja, want gaat uiteindelijk van zo. Ja. En dat vind ik nog steeds het mooie van de therapie. Je trekt niet aan een kind, maar je geeft hem weer de mogelijkheid om te ontwikkelen. Sommigen doen alleen maar osteopathische technieken en dan kan je ook gewoon denken aan een huilbaby of een sportletsel. Of even die concentratie weer op orde brengen van een puber. Of nou ja, verzinnend wat. Of vrouwen die zeggen van kom, hormoonhuishouding is helemaal voor de war. En behandelen we en zet hem weer een beetje in balans. Voelen, hoe het is. Ik zou zeggen, blijf doen.